Hey jongens, ik ben Dennis, ik ben Denniske, en vandaag hebben jullie weer een nieuwe live commentary op Call of the Ghost. En vandaag is het op de map Ignition. En Ignition is een remake van de map uit Modern Warfare 2. En toevallig kun je op die map heel veel kills maken met de Salt Streaks. Dus ik heb dit keer toch als Salt Streaks gekozen. Heel veel mensen die vinden dat ik te veel met assault speel, maar op deze map kun je zoveel kills maken dat ik dacht van fuck jullie, ik wil assault gebruiken. Dus in ieder geval, het is dus domination, dat is ook vrij belangrijk de vorige keer. Op mijn andere map, welke map was dat? Ja, weet ik van die andere DLC map die ik waarschijnlijk vandaag ook geüpload heb. Dan was het Search and Rescue, ging ook enorm goed, alleen ik had geen zin in Search and Rescue. Dus ik ben blij dat het domination is. En we gaan met de Maverick spelen. De vorige keer speelde ik met de M-tar. Ik was vergeten om dit wapen aan te maken. Nee, ik had hem volgens mij wel aangemaakt, maar ik had hem met de Salt Streaks. En op Search and Rescue heb je in ieder geval aan de Salt Streaks. Dus ja, nou wel in ieder geval. Dit is mijn class dus. Ik heb er silencer en grip op zitten. Ik heb al een paar keer met het wapen gespeeld verschakken. En mij is opgevallen dat het wapen ja, te weinig ammo heeft. En het heeft 30 kogels, dat is eigenlijk normaal. Alleen, ja, ik merk gewoon dat ik te snel door mijn ammo heen ben. Dus eigenlijk moet ik extra max hebben. Maar ja, ik weet niet. Ik vind hem wel fijn zoals hij nou is. Het enige wat ik dus mis is die ammo. Dus dat is op zich wel vrij belangrijk. Ik vind hem ook niet heel fijn om mee te schieten, om heel eerlijk te zijn. Daar ben ik wel een beetje over eens. Dat het gewoon niet echt een superwapen is. Ik heb liever een M-tar of weet ik veel wat. Of, oh shit. Oh, ik kan er mooi doorheen schieten, hè. Dat is handig. Ik ben zelf ook niet meer zo'n heel grote fan van assault rifles. Zoals ik daar eerst altijd was. Ik had liefst assault rifles. Van alle wapens in de game had ik altijd... liefst assault rifles. Nou heb ik liefst submachine guns. Of ja, eigenlijk alleen de M-tar. En die kerel die spande gewoon echt recht voor mijn gezicht zowat. Lekkere timing altijd, hè. Geef me alsjeblieft dan gelijk die dubbelkill. Hoppakee, die headshot was ook niet helemaal zoals gepland. Oh shit. Niet kniven. Ah, wauw. Dat ding had echt geen kogels meer. 10 kogels. Krijg geen hit detection. De spawns zijn wel iedere keer overheerlijk. Ik spawn, ik zie iemand voor mijn neus staan. En dan spawn ik ook gelijk tegenover enemies. Dus ik kan gelijk een kill maken, maar zij hebben mij ook gelijk weer. Oké. Eventjes focussen, hè, want we willen wel onze streaks halen. Oh, wat fuck. Ik had... nee, wacht, er zat nog eentje. Ik had niet verwacht dat ik die kill zou kunnen krijgen. Dat was best wel een lelijke spot. Ik schoot eigenlijk alleen maar in zijn hand, dus vrij dodelijk natuurlijk. Zie ik er iets aan de overkant? Want het is mij opgevallen dat je nou heel veel overzicht hebt op deze mappen. Dus je echt heel makkelijk naar de overkant kan aimen. En misschien zou ik zelfs hier gaan staan, maar dat heeft niet heel veel zin. Oh, dikke raket en shit. Oh, zie die effecten. Holy fuck, wat gebeurt er allemaal? Holy fuck! Volgens mij is je ontploft. Jammer dat ik dat niet heb gezien. En loopt er eentje via deze kant. Ja, ik schiet maar eerst, want dit wapen is niet zo heel erg te vertrouwen van dichtbij. En meneertje zit lekker te campen. Moet je hem zien. Hij zat niet te campen, hij had gewoon perfecte timing. Kutkind. Altijd timing die mensen. Altijd perfect timing. Ik ben altijd de lul. Oh. Waar zijn die mensen, man? Ik kan hier mooi opspringen. Jezus, ik ben iedere keer seconde te luid. Holy fuck, het is allemaal bij elkaar. Ja, en ik kan niet naar rechts. Ik liep tegen die plaat aan. What the fuck, man? Ze zitten echt allemaal op elkaar te springen en te doen. Oké. Let's go. Nou gaan we aan de gang. Oh shit. Zitten allemaal... Oh, zit achter mij, man. Niet gunstig. Ik weet niet of er meer achter mij zijn. Dus ze gaan flanken. What the fuck kom ik hier allemaal uit, jongen? Kan ik hier door? Nee? Oké. En ze zitten we bij alpha. Laat me alsjeblieft een dubbelkill geven. Mij een dubbelkill geven. Dubbelkill krijgen is het dan meestal nog. En ik heb hem in ieder geval wel twee keer... dubbel. Ik zei dubbel. Ik wou eigenlijk trippel. Ik had wel mijn dubbel. Beetje geluk. Ik heb best veel kills en ik heb totaal geen streaks, dat is wel het probleem. En dan rent er maar eentje achter mij aan. Hoop ik. Lean kills, maybe? Nee? Oké, dan niet. Nee, is goed. Dit is allemaal nieuw hier onder de grond. De indeling van de map is hetzelfde, alleen dat onder de grondse gedeelte, zeg maar, dat is allemaal nieuw. En ik heb geen ammo meer en ik ben daar ook fucked als ik hier blijf. Lekker is hoekje. Moet ik oppassen, waarschijnlijk zit er eentje achter mij. Ik hoor ze achter mij lopen, dus fuck je het dan. Kom dan, daar zit er eentje. Kom, ik ga er niet op af. Iedere keer, met dit wapen kun je er niet op af, lijkt wel. Als ik op mensen afren, dan vind ik de gunfights niet. Omdat ik de submachine gun ben gewend. En dan kun je veel makkelijker mee killen van dichtbij. Die heb je gelijk in je hand en al die shit. En dat zit bij helemaal niet, dus... Even laden trouwens, want echt, dit ding is zo snel zonder kogels. Daar gaat nergens over. Gaan we weer via deze kant. Ik weet nog wel, Daar boven nog eentje. Bij Modern Warfare 3 liep ik ook altijd via deze kant. Of Modern Warfare 2 was het, sorry. Modern Warfare 3, Modern Warfare 2. Hoppakee, wat nou spawnkillen en wat kijken. Letterlijk even jullie spawnkillen. Ik spawnkill hun en zij spawnkillen mij. Hij spawnt daar. Oké, looting C. Oh, we hebben nog maar 73 punten, man. Het is nog maar net begonnen. Hij heeft hem, netjes. Ik neem aan dat mijn teammate dat niet fixt. Ik kan zeggen wel, maar blijkbaar niet. Ik ga eens eventjes... ik wil eigenlijk mijn chopper inkallen, want anders heeft het een tech healing. Dat was mijn kill, hè. Dan moet je gewoon een keer afblijven. Oké, ik kalm gewoon in. Hopelijk heb ik wel aan. 25-6. Ik wil wel iets van 50 kills hebben eigenlijk. Dat moet makkelijker op maps deze. Ik denk dat dit een van de nieuwe 100 plus mappen wordt, zeg maar. Waar je makkelijker 100 plus op kan halen. Want dit is gewoon een awesome map. En ik zit liggen in enemies. Kom naar buiten! Schorm! Oh, onder mij. Je kunt nou echt onder de grond, hè. Dat is wel een beetje een probleem, eigenlijk. Wat? Wat? Ik kan je niet raken. Hoezo? Dit gaat nergens over. Normaal kun je zoveel kills maken. Ah, zit natuurlijk allemaal nou ineens in die. Waarom hebben zij B? Ah. Dan moet je eigenlijk echt zien te voorkomen. En die andere ook. Juist. Ik schoot niet eens raak, maar die splash damage is best hoog van die wapen. Of van wapen, van, ja, het is eigenlijk een wapen. Want het is een hele natuurlijk, maar hij schiet echt mee. Zeg alsjeblieft dat ik jou kan raken. Ik kan zeggen, ik verdien de kill. Hier nog eentje. Hoppakee. Ghillie suit. Je kunt ook aan die poppetjes zien wat ze hebben. En op het moment heb ik ook een ghillie suit. Daar komt nog een video over. Want ik heb heel vaak gezegd dat ik het verschrikkelijk haat. Dat is nog steeds het geval. Sowieso. Maar dat is ook de reden waarom ik het heb gehaald. Gewoon omdat het zo verschrikkelijk irritant is. En laat me hier tussendoor. Ik moet hier tussendoor. Oké, kan dat? Oké, dat kan. Oh, ik denk ik schiet precies tussendoor. Wat? Oké, eentje hebben we. Die andere die hebben we ook, kijk maar. Voor mij kun je niet schuilen, jongens. Voor mij kun je niet schuilen. Zo. Oh, ik kwam precies tussendoor schieten. Juist. Nee, ik wil set komen. Ik dacht ik kill dat. Dit onder de grond eentje. En eentje zit hier, die heb ik. Die onder de grond, die laatste hoofd zit. Nee, onder mij. Wat? Hij liep het toch? Of is hij naar binnen gelopen? Nou ja, fuck. Oh, zit hier. Kom door, schijn. Laat zien, laat je hoofd zien. Nee? Beetje jammer dit. Oh shit. Schiet. Dat is echt irritant, ze onder de grond kunnen, want dat ken ik allemaal niet. Nog eentje, Charlie. Niks Charlie. Charlie is van mij, dan blijf je vanaf. Daar nog één keer. Nee. Snel, nee. Ik had die kills kunnen hebben. Misschien heb ik zelfs nog. Oeh. Een beetje geluk. Geluk hoort erbij. Leuk hè, Aline. Jezus Christus. Er zat er nog eens. Ik weet niet of hij dood is nu. Teammate. Oké, jij hebt hem. Oh, enemy. Ik moet die denk ik heel snel vertrekken. Want ik heb hier daar best veel kills gemaakt op deze plek. En dat is nooit gunstig. Ik zit bijna zonder ammo. Ik heb op zet. Nee, ik zie het ineens op de minimap. Oh, zeg niet dat ik jou voorbij liep. Oh, dit is lelijk, man. Moet je kijken. Dat is echt een lelijke time. Ik had nog 2 kills nodig of zo. Of 3 kills voor mijn streaks weer. Als ik ze had gehaald, dan had ik al een dikke score kunnen halen. Dan moet ik er helemaal overnieuw beginnen. Dat is wel balen. Fuck jou, ik knife jou. Oh, ik dacht dat dat zijn benen waren. Het zijn wel benen van iemand, maar van iemand anders. En die is al dood. Ik zou bijna een serie moeten starten, 100 plus op deze map. Road to 100 plus op deze map dan. Ignition was het, of? Nee, ik weet niet eens meer zeker. Volgens mij wel. Ik kan hier niet doorheen, man. Ik wil hier uit, maar ik wil niet via die kant. Die kant die vertrouw ik niet. Ik loop wel even om. Uiteindelijk kom ik gewoon op precies dezelfde plek uit. Een meter naar rechts. Oh, daar wacht even van ons. Jezus, jongens, blijf van B af. Zij mogen B niet hebben. Ja, trouwens, maar niet uit. Ik heb toch geen killstreaks. Kan ik dat doorheen schieten? Nee, daar gaat het niet worden. En er is zeker niemand die mij nou kan helpen. Behalve hij, die nou dood is. Oh shit, hij zit daar boven, man. Ik had verwacht dat hij eentje lager zat. Achterrennen heeft geen zin. Oh, dat was slim. Hij was een meter naar rechts gekropen. Ja, hij zat gewoon op mij geaimed. Ik kon geen kant op. En check deze spawn. Wauw. Spawn zijn echt verschrikkelijk slecht in dit spel, man. Nou is een keer in mijn voordeel. En ik wil zeggen, alsnog dood, maar... Ah, ik denk daar ligt er weer eentje. Waar ben je nou? Hier liep iemand. Oh, hij klom en hij schoot tegelijkertijd. Wat een kutkind. Dan moeten we nog wel wat kills maken, hè? Het poort is nog niet afgelopen. Die andere klootzak ook nog. Die gaat omhoog. Hoppakee. Je merkt wel dat die codes sterk zijn. Dat is echt één code die zo net raak ziet. Dat is echt gewoon meer dan snoep. Ik heb heel vaak het idee dat ik de kills krijg terwijl ik al lang gestopt ben met schieten met de wapen. Ik over de 60. Want ik heb best wel deads, dan heb ik op zijn minst wel 60 kills. Please! Waar? Waar? Snel, laat! Oh, we hebben nog iets meer punten dan ik dacht. Jezus Christus. Hij heeft mij gezien, dus ik ben fucked. Hij heeft mij niet gezien! What the fuck? Die kerel is zo blind. Oh, ik dacht, komt er een aan. Maar nee. Nee, shit, ik wil nog steeds die 60 punten. Alsjeblieft, geef me die 60. Nee, die 60, 60, 60, 60. Jezus, ding is slecht voor afstand. Ik hield mijn aim gewoon steady. Alleen dan ging ik zelf op mijn 59, 9. Zo close bij de 60. Het ging me om op het idee. Het maakte in principe die ene keer maar niet uit. Maar op zich, een leuke eerste match op deze map. Want deze map heb ik nog niet eerder gespeeld. Ja, ik ken hem van, Modern Warfare 2 natuurlijk. Maar de map speelt anders vanwege die tunnels. En het is gewoon een andere game. Dus het speelt altijd net iets anders. Dus in ieder geval, het ging best netjes. 59 om 9, ik heb niet te klagen. En het is ook niet echt mijn favoriete wapen. Als ik hiermee met de M-tar zou spelen op deze map is vrij close. Dan denk ik dat ik wel sowieso 70, 80 kills had gehaald. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat eens met een like achter. Abonneer voor meer en voordat ik het afsluit trouwens, er komt vandaag geen video's meer. Ik upload waarschijnlijk in deze vakantie iedere dag, probeer ik in ieder geval 2 video's en niet meer dan 2. Omdat het gewoon nooit haalbaar is met mijn internet. 2 is echt het maximaal haalbare wat ik kan uploaden. En heel misschien, dat zou misschien nog een optie zijn, dat ik dan via een maat van mij zou uploaden. In ieder geval, ik kap het hier af, want we krijgen Search and Rescue en daar heb ik geen zin in. Dus ik zie jullie de volgende keer weer, dus tot de volgende keer en houdoe.